Bij de Belgische rijders is Vincent Radermacher wellicht degene die het meest ervaring heeft in het racen met tourwagens. In het beroemde British Touring Car Championship, het BTCC, reed hij nog voor Volvo en Vauxhall. En de Luikenaar werd ook Duits kampioen voor Chevrolet, reed ook een paar wedstrijden van het WTCC. En voor hem is de komst van de TCR naar de Benelux dan ook uitstekend nieuws. Ik sta al van in het begin achter dit concept. Ik heb onmiddellijk gezegd dat dit perfect is voor de Benelux. Spectaculaire wagens met een agressieve look. Heel dicht qua prestaties bij elkaar. Natuurlijk kan je het verschil maken door te rijden en door wat afstellingen te doen. Maar voor de rest liggen ze heel dicht bij elkaar. En toch blijft het ook relatief goedkoop. Het is een goede prijs-kwaliteitsverhouding die niet te kloppen is. Radermacher heeft dan ook heel wat plezier beleefd aan het stuur. Ik heb altijd wel van voortrekkers gehouden, dat maakt me niet uit. Natuurlijk, het heeft niets te maken met de supertourismes van, wat is het, ongeveer al 15 jaar geleden. Dat is al een hele tijd. Maar het zijn wagens die een beetje zoals GT3 op toerismeniveau. Het zijn seriewagens die getransformeerd zijn naar wedstrijdwagens. Dus de serie motor, natuurlijk ja, versnellingsbak voor het racen gemaakt, maar ook de ophanging is eigenlijk serie. Ja, natuurlijk, het is allemaal een beetje verbeterd, maar je hebt geen unieke onderdelen nodig. Hoewel zijn weekend niet ideaal verliep, met probleempjes links en rechts, heeft Vincent heel wat plezier beleefd aan deze eerste races. We hopen hem dan ook heel snel terug te zien in de TCR Benelux.